Hallo Aram, dit is je horoscoop of sterrenbeeld reading voor de aankomende 2 weken. Kom je mij tegen, dan is deze reading voor jou. Voor de vaste kijkers, ik heb een mededeling video gemaakt. Als je meer wil weten waarom ik afgelopen maanden niet zichtbaar was, moet je even naar de videootje kijken en daarna kom je terug naar je sterrenbeeld reading. Dit is voor de Ram. Ik ga 3 kaarten gebruiken. Een nieuwe deck van een leuke collega, de Soul Pet Horkel. De tarot van de engelen. En jou hoor, we trekken ook natuurlijk een liefdeskaart. In de tussentijd dat ik ga kloppen en kaarten trekken, heb ik ook een korte boodschap, mededeling voor jou. De afgelopen weken of maanden, hè, voor de Ram, heb je het een beetje moeilijk gehad. Mijn advies hier zo is, geef je over. Je hebt de ergste scenario al bedacht, afgespeeld, misschien ook wel licht ervaren. Maar nu is het tijd om dingen uit je hoofd te bannen, uit je systeem, uit je omgeving. Maar vooral uit je hoofd. En het de les van zien, dat het leven soms zo loopt. Het is eenmaal zo. We moeten het gaan accepteren en de les is vooral overgave. En dan kun je erbij neerliggen, liggen zelfs. En weet dat je de tijd niet kunt keren. Als het is gebeurd, het is gebeurd. Accepteer en vergeef degene die het nodig hebben en jezelf. En begin opnieuw. Geef je over. Yes, dan ga ik naar de kaarten. Ja, die ergste scenario's moet je loslaten. Kijk al gelijk een nieuw begin. As van vuur, dus aas van staven. En bescherm jezelf, maar dat blijf ik zeggen, tegen iedereen de laatste tijden. Want we zitten in een donkere periode. En we zijn allemaal op reis, dus onze eigen schaduw is ook zichtbaar. En andere, en dat geeft energiebotsingen. Misschien daardoor heb je veel scenario's afgespeeld. Nou, open je hart. Daten is er ook hierbij. Gaan we zo even meer over hebben. En dan de liefdesorakel. Daar ga ik zo invoelen. Wat zegt de liefde? Licht als een veer. En de onderste kaart is setback. Dus een hoger perspectief krijgen. Nou, er is een nieuwe kans hier. Ook een carrière sprong vooruit. Dus er is een nieuw begin in actie. Dus daardoor moet je dan, denk ik, het loslaten wat de afgelopen maanden is gebeurd. Sommige dingen zijn heel erg, want veel mensen zitten in een rouwproces. Of bepaalde nieuwe onderwerpen moeten voelen. Want ik kwam erachter dat woorden ook frequenties hebben en kracht. Dus ik wens je een nieuw begin als je mij tegenkomt. Dat je ervoor kiest en jezelf de toestemming geeft om een nieuw begin te maken. Om te gaan creëren en vooral in dat stukje werk. Dat je opnieuw moet beginnen, want zoals ik al zei, het lijkt nu wel allemaal energiebotsingen, maar er zitten allemaal zegeningen in, zie je? Het is een nieuw beginning hier. Misschien sta je zo met je armen zo gesloten te kijken, maar open je armen en ontvang, want de orakel zegt ook open je hart. Dat heb ik ook de afgelopen maanden moeten doen, want soms ervaar je iets of met iemand of een botsing dat je er zo van kan schrikken, maar je kan het niet terugdraaien. Het enige wat je kan doen is aan overgeven. Heel dankbaar zijn dat je het mocht zien en mocht ervaren. En lichter gaan leven. Dat was ook mijn onderwerp van de laatste 3, 4 maanden. Ga in de liefde lichter naar situaties kijken. Sommige mensen zijn nog niet daar. En ik weet dat de Ram heel intuïtief is, maar de Ram kan ook bepaalde angsten hebben. Bepaalde controle voel ik ook hierbij en dat moet je gaan loslaten. Dat heeft dus heel jouw thema voor de aankomende 2 weken dat je mij tegenkomt, is het loslaten en je aan overgeven en de scenario's die je hebt bespeeld, gewoon loslaten, een nieuwe film gaan creëren in je hoofd, maken en het inzien dat het leven zo gaat. We gaan altijd vanuit het licht, vanuit het donker naar het licht. Je moet altijd, als iets zich voorspeelt in je leven, dat je daar doorheen moet gaan om de zegen te mogen zien. Het staat ook letterlijk, ja, je moet je hart lichter maken, hier door te openen.
Want er is een nieuw begin hier. En het nieuw begin moet je vooral aanpakken met mediteren. Jezelf vergeven en een ander hoor ik ook. En andere situaties die om jou heen spelen, wat ik niet nu gelijk kan invoelen, maar jij weet wel waar je in staat, is ja, omarmen. Ik zie ook wel familiezaken. Ik zie dat je veel aan familie hebt gegeven, misschien je gezin. Maar het is ook wel tijd om naar jezelf te kijken, om ook voor jezelf te kiezen. Want de aankomende maanden, richting kerst, de herfst, winter, is eigenlijk een uitdaging van ieder van ons, alle sterrenbeelden, iedereen die op aarde leeft, ieder mens, is echt kiezen, diep kiezen voor jezelf. Hè, en dat ook integreren. Want dat erken ik. Ik kies voor mezelf, maar nog moest ik nog dingen ervaren. De moment dat je het ook echt integreert, dan mag je het ook op een andere vorm ervaren. En dan krijg je ook een nieuw begin. Ook wel in je carrière. Want ik voel ook dat aantal rammen iets nieuws willen. Of ze zijn op je huidige baan of daar waar je staat. Dat je verandering wil zien. Dus dan vraag ik je talenten, je hobby. Dat moet dan je baan worden. Er is een nieuwe kans, maar je moet willen veranderen. Dat is de mooiste bericht, boodschap, advies dat ik je mee moet geven. Transform for better days. Dat is man as world. En kom terug als een Mac Daddy of een bitch, noem ik dat maar. Of een classy lady. Maar het begint bij het hart openen en je hart licht houden. Door naar situaties te kunnen kijken en te kunnen onderscheiden. En dan open je hart. Want je hebt echt wel moeilijke momenten gehad. Misschien zit het je er nog steeds in. Maar de code is, je kan het niet terugdraaien. Je kan het niet terugdraaien. Je kan alleen maar vooruit gaan. Dat wat er is gebeurd, dat wat je hebt gedaan. Of dat wat je niet hebt gedaan. Of dat wat je van plan bent om te doen. Volg je intuïtie, want intuïtief ben je sterk. Maar de kunst is aan toegeven, je hart openen en licht houden. Want er is een nieuw begin hier voor jou. Hebben wij een date, heel kort en krachtig. De onderste kaarten zegt, jij moet de situaties anders gaan bekijken. Door een hogere perspectief. Misschien heeft het ook wel met de liefde te maken. De laatste tijden waar je moeilijk in gezet. Of relaties of mensen om je heen waar je van houdt. De rust keert terug op het moment dat je controle loslaat en dat je erbij neerlegt. En ja, je mag niet opgeven, maar wel jezelf beschermen voor dat wat niet meer klopt of niet meer bij jou past. Want veel mensen zijn veranderd, maar ze doen nog het oude. En dat moet jij denk ik van jezelf gaan inzien. Je bent veranderd. Dus je moet ook anders de deur uit of anders de situatie oppakken en anders met de situatie omgaan. Zonder angst, kies voor je intuïtie en dan gaat je hart openen. Zowel in de liefde, in je zakelijke, in je carrière. En je komt er ook hoger op. Yes, dat is wat ik voel. Kort en krachtig. Maar dit is voor jou. Dikke doei doei Ram. Tot over 2 weken. En heb je deze reading nu gekeken? Kom over 2 weken weer kijken. Want er zit geen tijd aan. Maar dan moet je even kijken als je er doorheen hebt weggegaan. Als je het ook hebt kunnen geïntegreren. Waar ik het over had. Maar speel geen gekte meer in je hoofd. Speel geen ergste scenario's. Krijg ik echt te zien. Want dan wordt het echt. Hè? Want je bent een manifestator. Hè? Dat zit ook in jouw element. Jullie kunnen manifesteren. Dus als jij de ergste scenario's in je hoofd houdt, dan manifesteer je het voor je. Maar als je ook de mooiste en het loslaat en het onarmt, dan manifesteer je dat ook. Rust. Oké, kus op je hart. Heel veel succes. Bye bye.